Goedenavond, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 5 augustus. De vorige vlog heb ik afgesloten dat we de setup af hebben. En nu gaan we weer verder met het rest van het huis. Ik sta nu in de woonkamer. Hier heb ik vrij weinig van gevlogd. En het leek mij dus wel leuk om een timelapse te maken van dat ik dit... kozijn ga verven. Hij gaat in de grond verven vandaag. Dus hij gaat van geel naar wit. En dat is heel mooi, vind ik. Al een heel groot verschil. Dus dat ga ik nu doen. En ik ga er een timelapse van maken zolang mijn camera het volhoudt. Dat is het projectje voor vanavond. En goed nieuws van mijn vader. Redelijk goed nieuws. Ik ben nog steeds niet echt heel uitgebreid wil delen in de vlog hoe en wat. Maar we hebben een beetje hoop nog, dus daar klammen we ons nu aan vast, dus we zijn wel blij, we zijn blij. Alles goed? Alles goed. Zeker. Wat fout, en wat heb je fout dan? Hoe hard mag je binnen het bouwen komen met een bromfiets? Brombie. Ja, dat is fout. Ja, dat is goed. Had je daar fout? Dat is wel heel dom. Kijk, als dan niet kijkt. Dat is het verkeerde antwoord, denk ik. In Engeland. Wel. Goedemorgen, het is vandaag 7 augustus, vrijdag. En ik heb net lekker gedoucht en me leuk aangekleed. Ik heb een jurkje aangedaan. En ik ga zo naar Superkeukens. Want, dat had ik nog niet gedeeld in de vlog. Want het laatste wat jullie gehoord hebben over keukens is dat we gingen kijken bij IKEA voor keukens. Nou, die heb ik geannuleerd, die afspraak. Want... we hebben een toffe samenwerking met Superkeukens weten te fixen. Echt heel leuk. En ik ga nu naar Superkeukens om... we hebben echt in de afgelopen maanden al heel vaak zijn we er geweest om een keuken samen te stellen. En om de voorwaarden te bespreken. En vandaag gaan we het op papier zetten. Dus ik moet om 10 uur bij Superkeukens zijn. Het is nu 9:15. Dus ik ga me zo klaarmaken om daarheen te gaan. En ik heb er heel veel zin in, want hierna kan ik wat meer delen over de keuken. En daar heb ik ook heel veel zin in, want we hebben echt een hele mooie keuken uitgezocht. Maar goed, later meer. En vandaag komen ook de gordijnen ingemeten worden. Dus dan begint dat project ook. Dat is ook leuk. Dus ja, leuke dingen vandaag. En ik ga jullie weer meenemen. Even een kleine update hier over de kozijnen. Gisteren heeft mijn vader... de kozijnen hier afgelakt. Ik vind het zo mooi. Alle kozijnen zitten nu strak in de lak. En ja, daar ben ik heel blij dat papa dat heeft gedaan. Hier tussen moet nog met een dun kwastje. Dat gaat hij nog doen. Want die hadden wij hier niet. Dus die moet hij even halen. En dan is het helemaal mooi wit. De muren moeten nog wel gezout worden. En dit is ook zo lekker, hè? Lekker wasjes draaien in het nieuwe huis. Ja, mijn huisvrouw hart gaat hier harder door kloppen. Echt zo leuk. Oh ja, ik had natuurlijk het laatste beeld dat jullie gezien hadden, is dat ik deze in de grondverf heb gezet. Nou, daar staat hij nog steeds. Alleen hier waren wat plekjes. Kijk, je kunt het een klein beetje zien. Dus die hebben we proberen op te vullen en die gaan we dan schuren en dan hopelijk aflakken meteen. Misschien nog grondverf eroverheen. En de deuren zijn nu voor onder ook allemaal in de grondverf, dus die kunnen allemaal opgehangen worden. Heel fijn. Oké, jongens, het is een lekker zonnig dagje en ik heb er zoveel zin in. Ik ben net bij Superkeukens geweest, zoals ik al verteld had. Er zit wat haar aan jullie. Er komt een hele leuke samenwerking aan met Superkeukens.
Hierover ga ik meer vertellen in de volgende vlog. Maar misschien kun je al een... Nou, ik denk het wel. Kun je al een hoe zeg je dat? Een wild guess doen. Wat er precies gaat gebeuren. Laat het weten in de comments als jij denkt te weten wat er met Superkeukens voor samenwerking aan zit te komen. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. En nu ga ik de gamma in, want we gaan een kleurtje op de muur doen beneden. En ik zou de saus uitzoeken, want als Nikki het moet doen, dan gaat het helemaal niet goed komen. Niet doorvertellen. Dus dat ga ik nu doen. Ik zou zeggen, ga even gezellig mee. Ga even gewoon gezellig mee de gamma in, joh. Doe niet zo moeilijk. Gewoon gezellig mee. Het is warm en ze hebben daar hopelijk airco. Kleurtje uitzoeken. Ik ben een beetje grijs. Ah, oh, zoveel keuze. Oké. Welke kleur gaat het worden? Ik denk dat ik hier hulp bij nodig heb, jongens. Dit is niet te wel. Ik wil echt lichtgrijs. Lichtgrijs, denk ik. Of ook een beetje rood. Ah, dit vind ik zo moeilijk. Bij de blauw tintje. Dit is lichtgrijs. Ga eens eventjes kijken hoe die op zijn staal eruit ziet. Dit vind ik dus heel lastig. Ik wil dus een lichtgrijs bij de witte muur. Dus ik kan een neushoorn, een scooter. Een van deze andere. Ik ben er bijna uit hoor. Ik denk dat het scooter gaat worden. Ja, het wordt scooter. Ik vind het wel moeilijk. De scooter is net wat lichter. Kijk, net wat frisser denk ik. De neushoorn is wat donkerder. Ja, is ook wel mooi. Het durft niet zo goed donker. Zal ik nog lichter? Nee, ik doe scooter. Ja, scooter gaat het worden. Dit vind ik zo'n leuk vloerkleed. Ik zoek nog een vloerkleed voor onder het bed. Dat je uit bed stapt, lekker zachte voetjes krijgt. Deze vind ik heel leuk. Ik denk dat ik deze op mijn verlanglijstje ga zetten. Als mensen dan vragen, wat wil je voor je housewarming? Dit. Heel leuk. Ik hou van dat symmetrie. En die lijnen en zo. Hoe heet dat? I love it. En dat is ook lekker zacht. Maar niet meteen hoogpolig. Ja, deze vind ik echt heel leuk. Maakt me niet uit wat Nikki zegt. Deze wil ik even opslaan. Riggings. Vloerkleed riggings. Ik ben bij de Quantum trouwens. Die zit naast de gamma. Ja, deze vind ik echt heel leuk. Ik vind de Quantum zo'n leuke winkel. Ze hebben altijd leuke dingetjes. En de prullaria die ze daar hebben is van best wel redelijke kwaliteit. Dus het is ook niet troep meteen. En ik kan altijd zo lekker schuimen tussen de sale daar. En ik heb echt daar een kratje vol met spullen. Wat ik zo ga laten zien wat ik allemaal gehaald heb als we thuis zijn. Maar ik heb gewoon heel veel spullen voor 12 euro. Dat is echt bizar. Maar goed, ik ga het jullie zo laten zien. En ik moet eigenlijk ook niet gaan shoppen als ik in zo'n goed humeur ben. Want dan ga ik van alles halen. Maar ja, dit was wel echt heel leuk. Dus ik zie jullie zo thuis. Ik ga maar even zitten. Oh, de batterij is bijna leeg volgens mij. Dus ik ga jullie zo aanleggen. Maar ik wilde nog gauw eventjes, sorry voor de echo, laten zien wat ik allemaal gekocht heb bij de Quantum. En dat is echt bizar. Ik heb dus 12 euro in totaal betaald. Nou, laten we beginnen met het saaiste, denk ik. Dat zijn twee kratjes. Gewoon zulke kratjes, weet je wel, die uit kunnen klappen. Vind ik altijd heel handig met boodschappen doen. Handiger dan tassen. Dan dit. Dit is echt de klapper. Ik heb namelijk een prullenbakje boven op de badkamer. Heb ik niet, omdat eerst had ik maar één toilet en nu heb ik twee toiletten. Dus ik moest een vuilnisbakje erbij hebben. Dus die heb ik gevonden. Deze hele fleurige met beachballen en Nikki gaat hem waarschijnlijk afschuwelijk lelijk vinden. Maar hij is maar 3 euro. Ik kon hem echt niet laten liggen. Ik snap niet dat ze zoiets kunnen maken voor 3 euro. Dus die heb ik ook lekker aangeschaft. Dan
heb ik nu een tuin waar ik lekker mijn was in kan hangen. Dus heb ik een zakje met wasknijpertjes erin. Kijk, is dat meteen mooi opgeborgen. Dus die kan ik mooi bij de wasmachine zetten. En dan waaien mijn kledingstukken niet van de wasrek af. Dus die was over. Oké, de camera viel uit. De batterij was leeg. Oepsie. Ik heb hem heel eventjes een half uurtje aan de oplader gelegd. Zodat ik dit even af kan maken wat ik aan het doen was. Deze shoplog. Ik heb ondertussen even boodschapjes gedaan en ik wil vanavond gaan barbecuen. Ik heb de spullen in huis gehaald voor barbecue. Dus nu moet ik het ook gewoon gaan doen. En toen kwam ik erachter dat die kratjes niet zo heel stevig waren. Het viel meteen al uit elkaar. Een beetje dom. Ik had nog een wespenvanger gekocht. Deze was 2,50 denk ik. En een slakkenvanger, want we hebben enorm veel naaktslakken hier in de tuin. En deze was 1,50. Dus echt heel voordelig geshopt vandaag. En allemaal leuke dingetjes gehaald. Ik moet nog een keer terug, want ik heb een lamp die het niet doet van de Quantum. Dus die moet ik eventjes ruilen. En Nicky vond de lamp in de gang niet zo mooi. Dus misschien dat ik die ook nog ga ruilen. Dus dat was een beetje de mini shoplog in deze video. En dan gaan we door met alle andere dingen die we gaan doen vandaag. Ik zit even te chillen en ineens komt de postbode daar aan met een heel tof pakketje van Sneaker District. Gekregen van Vertigo Seat. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit, dus ik ga hem heel snel openmaken. Ik ben niet de allerbeste unboxer. Ik ga hier even wat beter neerzetten. Ik ben veel te bang dat ik jullie kapot maak. Oh mijn god, dit is veel te cool. Oh, slippers. Oh mijn god, New Balance slippers. Ja, dit wil ik. Dit wil ik. Oh, dat denk ik tenminste hoor. Wat wil het zijn? Ik ga zo de brief lezen. Maar ik kan niet wachten. Er zit een waterbeker in. Wat is dit? Oh, sokken! Sneaker District sokken. En hier komt hij hoor, jongens. Overigens, deze tassen vind ik zo chill. Ik gebruik die echt heel vaak. Van die paperbags. Dit is hem. Oh, snap. Badslippers, oh, dat vind ik zo chill. Oh mijn god. Heel vet. Dit kleurtje ook. Heel vet. Hallo Nicky. Ik heb een pakketje gekregen. Van New Balance. Mooi hè? Ik zal jou er niet op zetten. Nicky en ik hebben net lekker gebarbecued voor het eerst in onze tuin. Ging erg goed. Dat heb ik verder niet gevlogd, want deze vlog gaat over klussen. En dat gaan we nu doen. We hebben namelijk een muurtje te sausen. Het is eigenlijk iets te warm, maar we zijn een beetje enthousiast. En we willen gewoon klaar zijn. Dus wij gaan nu deze muur sausen, die je achter mij ziet. Die heeft Nicky net al gesausd. Ziet er goed uit, hè? En nu is deze aan de beurt. En dan hebben we deze. Misschien hoeven we maar één keer te sausen. Ik denk dat we maar één keer hoeven te sausen. En dan hebben we deze dus klaar. En dan gaan we door naar de gang. De muren in de gang moeten gesausd worden. Ja, dan begint het echt bijna klaar te zijn hoor jongens. Dan schieten we echt op. Maar goed, we gaan nu eerst deze muur maar sausen. Dat ga ik niet timelapsen, want we hebben allebei weinig kleren aan, want het is veel te warm. Het is namelijk, hoe warm was het vandaag? 35 graden of zo? Ja. 35 graden, dus wij hebben allebei luchtige kleren aan. Hallo lieve mensen, het is inmiddels 11 uur. Zoals je aan mijn vingers kan zien, mijn andere hand is nog erger, let op. We hebben gesausd. Die muur had Nicky al gedaan in zijn eentje. Toen hebben we deze met samen gedaan. Dan moet ik even zorgen dat niet Nicky in beeld is. Toen hebben we deze muur en deze muur gedaan. Onder de troop. En eigenlijk de hele gang.
Dus we hebben echt alles gesausd wat gesausd moet worden met wit. Nu het enige is nog deze in het lichtgrijs. Maar dat gaan we denk ik niet morgen doen. Dat ligt er een beetje aan hoe warm het wordt. Maar ze zeggen 39 graden en dan kan je echt niet sausen. Nu is dus de schappelijke temperatuur binnen. Ik denk dat het zo 25 graden binnen is. Kan net met sausen. Maar we zijn we hebben hard doorgebikkeld vandaag op een warme dag. Dus het is tijd om naar bed te gaan. Dus ik ga zeggen doei en tot morgen.